Het zijn spannende tijden. Hoogwater, zoals hier in Lottum, achter me, houdt ons de afgelopen dagen heel erg bezig. En met ons bedoel ik vooral de mensen die hier wonen. Die bezig zijn om hun huizen leeg te maken, om dingen op te krikken, op poten te zetten, boven te zetten of op een andere droge plek op te bergen. Mensen zijn bezig. Sommigen zijn het ook gewend en zeggen dat hebben we eerder meegemaakt. En anderen zijn ook gewoon angstig en bang voor wat er mogelijkerwijs zou kunnen komen. Daarom is het goed dat we proberen die mensen een hart onder de riem te steken. En proberen te zijn voor die mensen met wat we ook kunnen. En gelukkig gebeurt dat. Vanuit andere mensen uit de dorpen, vanuit mensen die een helpende hand toe willen steken, vanuit mensen die naar het vee willen kijken, noem het maar op, het gebeurt allemaal. En dat sterkt me in de overtuiging dat hoe hoog en hoe snel het water ook komt, dat we dit samen aan zullen kunnen. Het is spannend ook om te zien hoe al die maatregelen die we hier getroffen hebben de afgelopen jaren zich gaan houden en of ze doen wat ze moeten doen. Ik kijk er erg naar uit en hoop dat die het houden en dat die de druk van het water verlichten, zodat we dit hopelijk snel en droog achter ons kunnen laten. Ik wil iedereen oproepen die hier eigenlijk niet hoeft te zijn, blijf hier weg, kom niet, want je loopt A in de weg en B misschien zelfs wel gevaar. Wil je mensen die hier wonen bijstaan, doe dat dan op een manier waar zij om vragen en probeer hier, als je er niet hoeft te zijn, echt weg te blijven. Samen komen we hier doorheen en laten we hopen dat het snel voorbij is.